Dit is Kevin. En Kevin was een beetje zielig toen hij bij ons binnenkwam. Hij zat namelijk onder de vlooien en daarbij was hij ook nog verkouden. Gelukkig is alles verholpen en Kevin voelt zich nu veel beter. Hij is dan ook op zoek naar een gezellig huis en een tuin is geen vereiste. Dus hij kan gewoon als binnenkat leven. Hoe hij op andere katten of honden reageert is ons nog niet bekend. Oudere, rustige kinderen zullen waarschijnlijk geen probleem voor hem zijn. Kevin krijgt hier een nierdieetje. En dat houdt in dat er minder eiwitten in het voer zitten. En dat is dan beter voor zijn nieren. Dit voer is alleen bij de dierenarts te verkrijgen. En is niet veel duurder dan een goed merk kattenvoer. Komt u deze lieve kater van 13 jaar bij ons halen?